Hallo en welkom in de tuin van de zevende geneugd. Nee, sorry, dat heb ik verzonnen. Het is de tuin van de zes kenmerken. Wat die zes kenmerken zijn, dat weet ik niet helemaal niet uit mijn hoofd. Maar één is ruimte, ander is kunstmatigheid. En ander is ook oudheid. Hoe die twee met elkaar verenigen, weet ik niet. Maar. En eentje is mooie uitzichten. Nou, vervelend is dat die bomen in de weg staan. Maar. Dit is dus een van de drie beroemdste tuinen in Japan. Ja. En het zit vaak naast het kasteel van Kanazawa, of waar het kasteel van Kanazawa was. En het is dus ook een van de hoogste plekken van de stad. Vandaar dat je, als er geen boom in de weg staan, een heel mooi uitzicht heb je. De Japanse naam is Kenrokuin. En dat betekent dus letterlijk zes kenmerken tuin. Ik heb gelukkig niet al die zes kenmerken in de naam van Mark gezet, want dat had een beetje langer naam worden, denk ik. En ik ben hier dus in 2018 ook geweest, dus onder de sneeuw was het prachtig. Nu zit het onder de herfstkleuren, het is nog steeds prachtig. En ik kwam hier aan, zonder een enorme rij voor de reet. Nou, het zal wel lekker druk zijn dan, maar dat valt hartstikke mee. Nou, even kijken. Een beetje meer kan laten zien ervan. Oep. Karakteristiek is voor Kanazawa. Ik moet ook zeggen, ik heb het nergens anders gezien. En dat wordt op 1 november aangebracht tegen sneeuwval. Ja, het is niet alsof de sneeuwval tegenhoudt, maar die bomen waar het omheen staat, die worden op die manier beschermd tegen zware sneeuwval. Ik weet ook niet zeker hoe het werkt, maar dat het werkt, dat weet ik wel, want in de winter was die boom nog steeds sneeuwvrij. Parasol waar we te maken hebben. We maken met de beleid. Welkom bij de Kazumika Ike. Als ik het goed begrepen heb, betekent het mistige meertje. Dat klinkt bijna iets uit het Lord of the Rings of zo. Het mistige meertje. En hier kan je een beetje zien hoe dat uitzicht is. Daar verder. Een beetje, ja. Thank you.
nog te leren.